Willem Elschot is natuurlijk een van de helden van mijn jeugd. Mijn vader leerde Nederlands, had alles in de kast staan. Ja, de taalgebruik is zo bijzonder. De zakelijkheid, de directheid ervan komt direct in je hart binnen. En ik vind het gewoon geweldig dat dat opnieuw uitgegeven wordt. Het Tankschip is best een wonderlijk boek, omdat het voor een groot deel, zoals natuurlijk wel meer van zijn oeuvre, gaat over het zaken doen. En wat er nou zo ontzettend aantrekkelijk aan is, is dat je ziet hoe iemand in een louche zaakje getrokken wordt. En het bijzondere vond ik om te zien hoe makkelijk een mens eigenlijk in die oorlogssituatie gezogen wordt. De hoofdpersonen zijn in een hotel in Bastogne, Bastenaken. En worden overvallen door het feit dat de oorlog ineens uitbreekt. Achter in de tuin kun je het geschut horen, zegt de piccolo van het hotel. Niet zenuwachtig worden, dames en heren, vermaande meneer Tassio, de eigenaar van het hotel. Er is geen veiliger plaats dan Bastogne. Hij keek rond, pakte op goed geluk een kleine jongen beet die langskwam lopen, lichtte die van de grond en bracht hem aan het schommelen. Renéetje keert niet terug naar Brussel, maar blijft met zijn lieve moeder bij meneer Tassio in de mooie bossen, zong die op de cadans van een wiegelied. Zet het kind dan behoedzaam op zijn pikkels, wandelde glimlachend op de moeder toe die verwezen voor zich uit zat te staren en verklaarde dat de barometer prachtig weer voorspelde. Laten wij in ieder geval deze twee dingen even naar mijn kamer brengen, stelde ik voor. En toen de hammen geborgen waren, wandelden wij de tuin in om te luisteren. Waarachtig, vanuit het zuidoosten kwam een gedempt geroffel tot ons als van heel ver gedonder. Eigenaardig dat het zo even vrede was en nou ineens oorlog. Het ene was zo doodeenvoudig, op het andere gevolgd als Pasen op vaste. Die arme jongens, zei mijn vrouw. Hij beschrijft het heel mooi, met name aan het begin van het boek, hoe mensen worden overvallen en dan ineens midden in die ellende van die oorlog zitten. Intrigerend, wonderlijk werk.